Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van The Punch. Het programma waarin we altijd dieper ingaan in de wereld van ringsporten met bijzondere gasten. En dat hebben we zeker. Naast mij natuurlijk weer de creator of all, Melvin Manhoef. Daarnaast hebben we een nieuwe gast aan tafel, Henny Serouyen. En aan het einde van de tafel hebben we Anis Karkas, een van de deelnemers van de competition. Heren, van harte welkom. Laten we gelijk even bij Ennis beginnen. Ja, je doet mee natuurlijk met het zogeheten Eredivisie kickboksen. Ja. En nu zit je hier aan tafel met het hele mediaspectakel. Is dat een beetje je ding? Hij wordt er steeds beter in. Sorry dat ik ja. Nou ja, hij kwam hier al wel met een zonnebrilletje op. Hij had zijn sneakers gepoetst. Hij was wel helemaal klaar om die shine even te pakken. Nee. Ja, kijk, op dit soort momenten moet je er toch wel, denk ik, gewoon goed uitzien, toch? Dus een beetje een soort van professionaliteit. Ja. Nou ja, dat is... Ik denk dat dat wel een goede instelling is, toch? Ja. Dat stukje probeer ik ook mee te nemen en van te leren, zeg maar. Maar je kan er wel aan wennen, zeg maar, spotlights. Want dat is ook een vak apart, hè? Het is niet echt mijn ding, maar het hoort erbij. En met dit soort dingen dan ga je het ook gewoon leren. Dus een leuke, mooie ervaring. Ja. Mel, voor jou even. Hoe zou jij omschrijven als vechter in de ring? Nou, Ennis heeft ooit heel ver voor ons heeft al een keer gevochten. Nou, toen had hij een wedstrijd tegen Zairov en dat was een goede pot. Nu is Anis Hero in de competitie, is hij ontpopt tot eigenlijk zeg maar de nummer 1. En echt, niet normaal. Het is echt heel mooi om te zien hoe hij staat te knokken. Weet je, heel technisch bekeken. Mm-hmm. Mooie technieken die hij laat zien. Gesprongen knieën, snap je? Ja, echt alles in principe. Dus het is wel een volwaardige vechter aan het worden. En hij staat nu bovenaan. Hij heeft nu 3 wedstrijden gewonnen. Ja. 1 op knock-out of... 1 op knock-out. Ja, dus hij staat bovenaan de competitie. Dus hij is op dit moment de man to catch. Ja. Dus ze gaan iedereen wil jou van die troon afstoten. Ja, dat is wat ze willen, denk ik. Maar, niet laten doen, jongen. Niet laten doen, inderdaad. Nee. Dus ik kijk van onder mij hoe het daar aan toe gaat. Dus, Van onderen. He's looking down on his... Even een andere gast, Henny. Jij bent al aan een zeer ervaren man, als ik het zo mag horen. Vertel eerst even, wie ben jij? Ervaring in boksen, dat wel niet, maar ik heb al wel een achtergrond in gevechtsporten. Nu, om te beginnen, ik ben uit België, dus ik kom hier al een beetje tussen de Nederlanders in, dus dat ik een beetje onwennig. Dus ik moet een mannetje hier al helemaal staan. Ja. Zeker ook omdat mijn tegenstanders Nederlanders zijn en een klein Belgenlandje wil zijn eigen ook wel presenteren. Tuurlijk. Dus ik ben ook blij dat ik de kans gekregen heb om dat te doen. En ik ga ook sowieso niet teleurstellen. Mede achtergrond dat ik heb, zal ik zeggen, van judo en karate, dat zijn 2 totaal tegenovergestelde gevechtsporten van elkaar, maar ook een heel andere gevechtsport als boksen. Dus dat wil zeggen voor mij dat ik eigenlijk opnieuw zou moeten beginnen trainen, maar ik ben altijd een heel flexibele sporter geweest, ook een allround sporter. Dus ik heb eigenlijk iets moeten afleren en dan opnieuw iets moeten aanleren. Ja. Dat is voor mij een hele uitdaging, maar dat geeft mij wel de drive om nog meer en nog verder te gaan. En ook al om, als ik in de ring mag gaan staan, om al niet teleur, om niemand teleur te stellen en om zeker die beker af de pot mee naar huis te halen. Ja, want je komt natuurlijk wel, je wil graag dat je hier mee naar België natuurlijk. Ja, dat is niet graag, die gaat gewoon mee. Oké, hij is wel overtuigd. Ja, want Fancy gezeten, heb je ook met vechtsporten al te maken gehad? Ja, ik heb 10 jaar bij Defensie gezeten. Ik ben begonnen als soldaat, daarna ben ik veronderofficier gegaan. Ik had heel snel van mijn eigen traject gemaakt wat ik wou bereiken in Defensie, qua onderricht geven en dergelijke. Dus ik ben ook schootsmonitor, tactische dingen. En dan hebben wij inderdaad een eigen sportschool in Defensie waar ze soort van gevechtstechnieken geven, met en zonder wapen. Daar ben ik dan ook onderrichter van geweest, inderdaad. Dat geeft wel een veel ruimer gamma aan gevechtsporten, maar dan komt er natuurlijk ook niet alleen mee boksen, dan zitten ze echt mee van alles bezig. Dat is die close combat in het veld. Er zit van alles in. En je bent ook acteur. Ja, in België doen wij een politie-serie spelen. Ik heb daar lang de gewone verkeersagent gespeeld. Daarna zijn wij overgeschakeld naar een nieuw duo, waar ik dan een speciaal interventieteam werd. En dan deden wij ons eigen stuntwerk, zal ik zeggen. En dan hadden wij ook de iets robuustere en de iets agressievere plastrons, zogezegd. Tegenspelers, waar we dan wel eens een keer een robbertje mee deden om voor ze te arresteren, zal ik maar zeggen. Dus dat werd dan ook wel eens spannend. Maar dat is een serie, die is trouwens ook in Nederland ooit overgekocht geweest. Is hier ook in uitzending geweest. Ja. Ja.
We hebben daar 12 strips van, 5 films, een hele op DVD, een bordspel. Dus inderdaad een zeer bekend mens in België sowieso ook wel. Want iedereen wel zegt... Ze zijn bekender, maar ik hou het bescheiden. Als ze Hennie zien, dan willen ze... Als ze Hennie bij de Frietkot zien, dan willen ze wel met Hennie op de foto even. Dat kan ik niet ontkennen. Dat gebeurt wel eens. Dat gebeurt wel eens. Oké, maar dat is wel bijzonder. Hoe ben je aan Hennie gekomen dan? Nou, we waren natuurlijk bezig aan het kijken en toen zagen we hem. En hij had zich ook aangemeld en toen op een gegeven moment toen waren we in gesprek geraakt. En toen vond ik het hartstikke leuk. Ja. En hij was er ook heel erg positief over en zodoende ben ik gekomen. En eigenlijk is het natuurlijk hartstikke leuk dat we Nederland-België hebben. Ja, sowieso. Natuurlijk gewoon, ja, we willen natuurlijk een keertje dat natuurlijk altijd... Je bent al klaar voor alle, zeg maar, foute Belgen-grappen met trash talk en zo, dat allemaal gaat komen? Maar die trash talk, dat maakt niet uit. Het is in de ring dat bewezen moet worden. Snap je. Ja, dus iedereen kan babbelen, hè? Het is in de ring dat bewezen moet worden. Ja. Hè? Ja. Ja. Ik heb hem ook bezig gezien. Hier is hem ook zo heel rustig. Maar als je hem in de kooi ziet, dan is het ook een heel andere machine. Nou, persconferenties kan hij ook wel eens in zijn pan gaan. Ja, dat weet ik. Vorige keer was het ook wel. Ja, klopt, dat hoort er ook bij. Ja. Dat hopen we niet te vaak, maar dat hoort er wel bij. In principe dus. Ja. Hey, want dat is toch ook wel. Wat vind jij? Het mediaverhaal is natuurlijk wat jij zegt. Ja, ik heb er niet zo heel veel ervaring mee, maar tot en nu hou jij je helemaal prima en sta je er wel. Ja. Maar wat vind je dan van zo'n andere kant als zo iemand zoals Hennie dan helemaal met media, zeg maar, omringd is? Knap. Maar ik denk dat als je er eenmaal in zit, dat je er ook, ja, dat je eraan gaat winnen. Weet je, dus ik denk dat ook gewoon, zoals voor mij het kickboksen is, hè, ik vecht vaak, dus... Dat is een automatisme. Is, ja, precies. Ja, dus ik ga wat je doet. Het is toch dat ritme wel een beetje om je heen komt. Ja, dat moet ook voor de jongens gebeuren, snap je? En hij moet precies kijken. In principe, hun moeten gewoon kickbox-influencers worden. En dat is waar we naartoe willen gaan, snap je? Ja. En we blijven gewoon daaraan doortimmeren. En ik denk dat gewoon, hij doet het gewoon aardig, snap je? Aan zijn versta ligt het niet, snap je? Aan zijn voorkomen ligt het ook niet. Hij praat goed, hij doet alles in principe perfect. Dus, ja. Ja, hij kwam wel echt als een artiest. Ik dacht echt, komt er een rapper binnen of zo? Ja, ik kwam echt gewoon zijn brilletje aan. Doe maar. Het is niet van mij. Oh, okay. Fresh voor die camera, joh. Dat is een malle. Hennie, wat weet je van je tegenstander? Want je gaat tegen Sydney opnemen in het viermans toernooi, hè? Ja, ik ben al zeer verheugd dat het een viermans toernooi is. Omdat we dat speciaal mogen doen. Het is de eerste editie natuurlijk, viermans toernooi. Dus. Voor ons is het ook heel erg leuk. Kijken hoe het gaat dat die jongens twee rondes moeten opladen. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze ook trainen qua hun conditie, snap je? Trainen ze in blokken of trainen ze gewoon één stuk door? Dus eigenlijk hoe zouden ze moeten trainen in jouw oogpunt als trainer zijn? Want jij hebt ook al heel veel mensen... Ja, nou kijk, luister, je moet twee wedstrijden vechten, dus je moet sowieso proberen... hoe ik een toernooi inga is dat je moet je opladen, dan moet je knokken. Dan krijgen ze een soort cooling down, moet je weer koud en moet je weer opladen. Ja, dat momentje, dat is heavy. Ja. Dan moet je opladen met blessures of niet of wel. En dan moet je dat mentale knopje hebben. Ja, want je moet vol gas gaan voor je eerste partij, maar je wil ook heel blijven. Je wil ook een beetje natuurlijk slim proberen eruit te komen. Ja, maar je kan beter gewoon vol gas gaan. Want als je half doet en je redt het niet, dan... Het is de uitsluiting ervan. Ik ga volledig akkoord met wat hij zegt, want hetzelfde geld gaat een beetje terughouden. En dat maakt net het verschil van de winst. Ja. En dan kunnen niet naar de volgende ronde gaan. Ja. En dat zou ik dan heel jammer vinden. Dus dan maak ik liever mijn eigen dood, dat ik zeker zijn dat ik door ben. Dan recupereer ik wel op mijn beste en dan zal ik het andere stukje wel incasseren. En voor de rest verwerken dat ik nog meer de beker naar huis kan gaan. Dat is dan het stukje mentaliteit wat je moet doen. Zo zie je dus de K1-tijd. Nou, dat is natuurlijk waar de toernooivormen vandaan komen. Ja. De K1-tijd met Peter, al die jongens, weet je, dat is gewoon natuurlijk gruwelijk. Ja. En als dat met boksen is dat niet echt heel veel en heel vaak gebeurt. Maar dat is ook het mooie en het unieke van boxing-influencers, dat we dat gewoon doen. Stap absoluut. We hopen dat het natuurlijk een succes gaat zijn. En zoals het nu voelt het voor mij als een succes. Dus ik mag echt niet klaar. Nou, het wordt wel heel bijzonder. Jongens, als jullie even naar elkaar zouden moeten kijken. Hennie, als jij Ennis een tip zou moeten geven over het social media verhaal. Waar zou hij nog aan kunnen werken, zeg jij? Wat zou een tip zijn die jij hem zou meegeven? Om meer volgers bijvoorbeeld te creëren? Of... Maar het belangrijkste is sowieso dat je bijgezet. Hè? Ik ga mijn eigen ook niet anders voordoen naar mijn social media platform. Omdat de mensen die je volgen om wie je bent. Ja. En als hij gespecialiseerd is in kickboksen, moet hij niet een brood gaan bakken op zijn social media.
Daar heeft niemand niks aan. Ja, zij moet echt zijn eigen blijven en zijn eigen content creëren. Ja. Maar ook zijn eigen waarde en zijn eigen richting erin in laten creëren. Dus laat dat gewoon varen. Wees uzelf. Dat is het beste wat je kunt doen naar je volgers toe. Naar de mensen toe. Je gaat ook niet iemand volgen die de ene dag brood bakt, de andere dag in de bloemistenwinkel staat. Ja. En vijf dagen nadien is hij op circuit aan het racen. Ja. Voor hem, hij heeft een uniek ding wat hij met kickboksen te maken heeft. Hij heeft er een hele mooie weg naar opgebouwd, als ik dat zo hoor. En hij heeft nog, volgens mij, nog lang niet lange gedaan. Oh. Hij heeft er nu een hele lange weg op te gaan. Hoeveel oud ben jij, Enes? 25. Ja, man, je begint. Zo, jongen, je snot er, god. Echt. Ik ben 38, dat is een pak jonger als men. Maar ik zou wel uw weg in blijven gaan en gewoon jezelf blijven gaan. Dat is het enige wat je kunt doen. En ook altijd oprecht blijven. Ja. Als wij ergens komen en ze vragen aan ons een handtekening of een foto, dan gaan wij niet zeggen, ja, sorry, nu niet. Of ja, 5 euro van een foto, dat doen we niet. Weet je gaat automatisch met die mensen mee. Dat zijn uw mensen, dat zijn uw volgers. Dat zijn degenen die ervoor zorgen, in mijn geval, dat ik dit mag meedoen. Ja. Ja. Dus. Hey, en jij als vechter naar Henny toe, zo van, hè, wat zou je hem als tip geven vanuit jouw ervaring? Vanuit mijn kant eigenlijk wil ik gewoon zeggen dat je gewoon jezelf moet blijven. Ten alle tijden gewoon bescheiden. Ook al heb je gewonnen of verloren zelfs. Dat je gewoon met beide benen op de grond blijft staan. Omdat het een sport is. Ja, wat je vaak ziet als mensen hebben gewonnen of ze hebben, weet je, dat ze dan uit de hoogte gaan doen. Je moet respect voor blijven. En nu ga je dat ook leren kennen. Je gaat weten wat je ervoor moet laten, wat je ervoor moet geven ook. Ja. Dus, dat is het allerzwaarste. Ja. Later, wie denk jij voor jou? Want na vecht je in het toernooi voor, wie denk je voor jou dat een van de zwaarste tegenstanders is in het toernooi? Ja, ik heb ze zo allemaal een beetje bestudeerd. Qua hoe dat zij vechten, de mentaliteit van het vechten. Dan denk ik dat Jamie het eerste er tegenaan gaat komen, dat die de moeilijkste gaat zijn. Ja. Maar, kwestie van hoe ik hem heb zien vechten. Hè. Op die manier van hij is degene die daarover gaat razen. De andere kan ik iets technischer gaan pakken. De ene is meer afstanden dat je moet gaan werken. Okay. Ik ben er wel mee bezig. Ik heb mijn huiswerk gedaan. Ik heb een defensie voorbereid plan. Hoe die dat zo aanpakt. Ik heb die filmpjes meer bekeken dan dat ik weet ik wat aan bekijken ben. Dus, nee, maar dat is wel het geluk dat ik nu heb, dat ik die voorbereidingen of hun vorige partijen kon zien. Dus ik wil ook niet falen en onwetend er binnenkomen. Maar natuurlijk, dat is ook alweer een hele tijd geleden sinds dat die wedstrijd geweest is. Ja. En mensen evolueren ook. Mensen passen hun gevechtsstijl aan. Zeker. Je gaat altijd verbeteren. Dus die mensen hebben ook nog massa's kunnen trainen. Die hebben sowieso een voorsprong op mij. Maar desondanks ga ik er toch weer naar huis. We gaan het meemaken. Ik ben wel bescheiden en respectvol ten opzichte van mijn tegenstander. Maar ik wil ook wel duidelijk maken dat ik de drive heb om het mee naar huis te gaan. Natuurlijk. Onze gast uit België heeft een hele goede stempel neergezet. Ik ben nu echt heel benieuwd hoe jij het op gaat brengen. Het kan met één simpele slag KO zijn. Dat is niemand in de hand. Maar dat is niet de bedoeling. Alleen maar goed. Het is je gegund. Enes, je bent trouwens ook op bij Jackie Chan geweest. Hè? Je hebt nog even laten zien hoe goed je kon slaan. Ja, klopt. Ja, klopt. Ja. Laten we kijken hoe dat er vanaf gegaan is. Vandaag sta ik met Enes en ik ben benieuwd hoeveel hij gaat slaan op de boksbal. Wat denk je zelf? Ik denk rond 850, 850. 850? Ja. Oké, als je 850 slaat of erboven, dan ga ik er eentje doen en anders jij. Ja? Succes. Thanks. Oké, je mag het nog een keer proberen, maar dan met je voet. Je mag trappen. En dan, wat zullen we zeggen? 25? Met mijn voet? Ja. Ah, 600. Ja? Oké. 600. Nou, 25. Ik mats hem. Oh, joh. Oké. Ik mats je te veel. Oké, je mag er eentje van mij pakken. Vertel je gênante ervaring in de ring op een boeking. Oké. Mijn gênante ervaring op een boeking, ja. Het was tijdens een basketbalwedstrijd, toen moest ik optreden.
En toen moest ik zeg maar een bruggetje doen, maar een soort van flikvlak. Dus dan ga je met je been, die neem je dan mee en dan sta je gelijk op. Mm. Alleen, het was heel glad, dus ik viel op mijn hoofd. En toen hoorde ik heel de zaal van, oh, lachen. Beetje zielig. Dat was hem. Heb jij nog iets gênants in de ring meegemaakt? Nee, dat was het. Oh, oké, volgende keer. We gaan kijken hoe hoog hij is in het klassement. Even serieus, dat ik hem een keer zou missen omdat ik niet echt een bokser ben en niet echt een kickbokser, dat snap ik. Maar hoe dan? Ja. Wil je nog toelichten hier? Je kan jezelf nog Je moet niet al uw krachten vrijgeven van deze keer. Hè? Nee. Ze houden zijn eigen nog een beetje in. Dat wil ik, ja. Ik heb nog een paar partijen te gaan, dus ze mogen niet alles zien wat ik kan, weet je. Hij wil gewoon mensen op compleet onder benen. Ja, precies. Maar even over die competitie gesproken. Ik bedoel, wat verwacht je de komende tijd? Want mensen worden nu natuurlijk wel gretiger om jou natuurlijk van die plek af te gooien. Ja, tuurlijk. En je ziet het ook, die jongens worden ook steeds beter. Kijk, ik groei ook natuurlijk, maar die jongens groeien ook, weet je. Dus... Ja, we groeien gewoon en we worden beter. Mensen gaan elkaar bestuderen. Kijk, ik ook. Ik kijk thuis, ook al vecht ik niet, maar ik kijk wel naar de stream. Om naar de andere jongens te kijken hoe ze het doen, weet je. Ja. Dus ik denk dat het gewoon echt, vooral bij mij dan tenminste, dat het gewoon echt meespeelt. Ja. Dat, Bepaalt het ook je voorbereiding op die manier? Dat je... Tuurlijk. Ja? Ja, ik vind het wel. Hij volgt alles om de voet. Dus je ziet gewoon wat je tegenstanders doen. Snap je? Kijk, het heeft er natuurlijk mee te maken. Hoe vaker je wint, hoe meer het in je hoofd gaat zitten, hoe sterker je wordt. Snap je? Op een gegeven moment voel je onoverwinnelijk. En ik moet je gewoon eerlijk zeggen, dat begint hij wel een beetje te krijgen. Snap je? Hij wil wel, oké, kom maar, weet je. Ja. Je ziet echt van, luister, hij wil echt ownen. Ja. Snap je? Dus dat vind ik gewoon heel mooi. Maar ja. Maar ja, het blijft een contactsport. Sport, snap je? Dus het daarom zeg ik zomaar ineens als je denkt van twee rondes lang, we hebben het volgehouden. En de druk wordt ook gewoon zwaarder voor mij natuurlijk. Omdat, ik sta nu zeg maar daar. En die kijkt jongens... van bovenaf. Je weet toch. Dus... Hij niet van bovenaf. Nee, ja. Maar ja, wat ik al zei, de jongens zijn gewoon gretig. Iedereen is gretig. En voor mij wordt ook de druk gewoon zwaarder. Ik moet daar gewoon nu voor de tegenstander is de ene concurrent dat ze willen pakken. Maar voor hem zijn het 20 concurrenten die zijn plaats willen pakken. Ja. Hij heeft de 20 tegen 1. Ja, precies. Absoluut. Ja. Nou. Heren, ik wil jullie sowieso heel veel succes wensen met voorbereiden. We gaan jou natuurlijk meemaken met het viermanstoernooi. En voor jou ook voor de competition. Ja. Dankjewel voor jullie aankomst, Enes Karkas en natuurlijk ook Henny Seruyen. En natuurlijk ook Melvin, dankjewel weer voor je bijdrage. Top. Als de vader, de familie van het kickboksen hier. Dames en heren, bedankt voor het kijken van deze aflevering van The Punch. Wil je nog jezelf in ieder geval abonneren op het kanaal, dan kan dat. Volg ook natuurlijk even bijvoorbeeld The Punch bij de Instagram. Ja. En niet vergeten ook Funds, want dat is een crypto. En je kan zelfs, als je wil en je gaat het volgen, kans maken op 5000 tokens. En in welke waarde ze dan zijn, dat is nog een verrassing. Zorg dat je je meldt, dan maak je veel kans op die mooie prijs. Bedankt voor het kijken. Dit was hem weer, The Punch. Tot volgende keer. Hoi. Yes. Yeah. This here is all about my wife, my kids, the life that I live. Through the night, I was his, it was right what I did. My ups and downs, my slips, my falls, my trials and tribulations, my heart, my balls, my mother, my father. I love him, I hate him, wish God I didn't have him, but I'm glad that he made him. The roaches, the rats, the strays, the cats, the guns, knives and bats. Every time I this is what you hear and listen. The dark, the light, my heart, the fight, the wrong, the right, it's gone. I...